Beste kijkers, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben onderweg naar het zwembad achter mij, want ik heb afgesproken met de waterpolo dames van Arethusa en hun coach. Zij spelen landelijk in de eerste divisie en nou ben ik ten eerste benieuwd naar hun sport, hun geheim en of dat ik zelf een beetje waterpolo talent heb. Let's go! Hey dames, jullie gaan zo meteen trainen. Ja. Hoe vaak trainen jullie nou precies in de week? We trainen 3 keer in de week. Drie keer in de week. En hoe lang duurt dan een sessie? Op dinsdag trainen we een uurtje, dan gaan we lekker zwemmen. En op woensdag zijn we eerst een half uur op de kant bezig en dan anderhalf uur in het water. En op vrijdag is hetzelfde als op woensdag. En dan heb je in het weekend ook een wedstrijd natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Op zaterdag hebben we de wedstrijd. En dat is dus best wel een vol weekplanning, om maar zo te zeggen. Wat maakt deze sport nou zo leuk dat je dat volhoudt? Ja, ik denk dat het zo leuk is omdat je teamgenoten zijn ook gewoon echt je vriendinnen. Dus stel je eigen vriendinnen gaan iets doen, jij bent hier toch ook met je eigen vriendinnen bezig. Dus dat is wel superleuk en de hele club is gewoon zo warm omdat het ook best wel klein is. En dat is wel gewoon echt superleuk. Ja, volgens mij moeten jullie aan de bak. Ja, eigenlijk wel ja. Succes! Dankjewel. Hans, jij bent de trainer-coach van deze dames achter mij. Jullie spelen landelijk eerste divisie. Hoe hoog is dat nou precies? Dat is de ene hoogste klasse van Nederland, net onder de eredivisie. En je zou het kunnen vergelijken bij hetzelfde niveau wat Top Os voetbalt. Dat is dus best wel hoog en jullie hebben dit jaar best wel een hoge prestatie al geleverd. Ja, dat klopt. We zijn 10e geworden van de 15 ploegen in de eerste klasse. En als promovendus is dat best wel een mooi resultaat. Daar zijn we heel trots op. En als coach sta je hier letterlijk en figuurlijk langs de zwembadrand. Er gebeurt natuurlijk veel onder water. Waar moet je nou extra op letten? Ja, waar moet je extra op letten? Als coach zijn, dan moet je, probeer ik altijd zo goed mogelijk te kijken van goh, hoe zitten mijn spelers in de wedstrijd? Hoe staan de kopjes erbij? Waterpolo is een fysieke sport, een harde sport. Er gebeurt inderdaad veel onder water. En ik probeer mijn meiden, speelsters, zo goed mogelijk zeg maar, daarvoor op voor te bereiden. En te zorgen dat ze niet te veel moeten incasseren. Jullie zijn hier aan het trainen, dus ga ze nog even aan het werk zetten, zou ik zeggen. Gaan we doen. Hey, nou heb ik jullie een beetje zo aan het werk gezien. En dan ben ik eigenlijk zelf wel benieuwd of ik zelf even het water in mag duiken. Of van het waterpolo een beetje te proeven. Nou, hartstikke leuk. Dan daag ik je als keepster uit voor een penalty battle. En mag je bij mij proberen te scoren. Oh jee, als dat maar goed komt. Heel veel succes dit seizoen nog met jullie uitdaging in de eerste landelijke divisie.